Goedemorgen, ik heb net even de verloskundige praktijk gebeld, want nou, wat ik vorige keer al zei, ik vind het dan zo abstract dat er een baby in mijn buik groeit. Maar ja, ik merk er nu gewoon niks van, dus ik wil toch even voor mijn eigen gemoedsrust het hartje luisteren. Zodat ik zeker weet dat alles in orde is. Ik ga ook over een paar dagen naar Athene. Samen met mijn moeder en mijn zusje. Heel leuk. Gaan we even 4 dagen een girls trip doen. Hebben we nog nooit gedaan. Dus dat is best wel bijzonder dat we met z'n drietjes gaan. Ik ben wel al eerder gewoon samen met mama geweest. Of samen met Fiet. Maar nooit met z'n drieën. Dus dit stond al heel lang op de planning. Dus daar heb ik heel veel zin in. Maar ik wil daar wel echt zonder zorgen zitten. Dus ik dacht, ik ga dan even nu het hartje luisteren. Heel chill, je kan ze gewoon bellen en dan kan je even tussendoor om het hartje te luisteren. Dat is geen probleem, heel fijn. Dus dat ga ik nu doen. De douche, die hoor je nog aan. Ja, ik moet namelijk even snel een samenwerking opnemen met Astrid, schermerk. En dan ga ik naar de verloskundige. Zo, ik kom net uit de douche en ik ging alvast even mijn toilettas inpakken voor Athene. En dan ga ik straks ook mijn koffer helemaal inpakken. Wat ik sowieso meeneem op reis, dat is namelijk de parfums van Parfumado. Ik werk nu al een tijdje met ze samen en ik vind dit echt een geniaal concept. Want ik ben iemand die niet echt een vaste parfum heeft, maar heel veel switcht. Ik heb bijvoorbeeld in de zomer een hele andere parfum dan in de winter. In de zomer veel lichter en in de winter wat zwaarder. En ik vind het gewoon een hele dure hobby om elke keer een nieuwe fles parfum te kopen van ongeveer 100 euro, al dan niet duurder. En daarom vind ik Parfumado fantastisch, omdat je gewoon allemaal nieuwe geuren kan ontdekken. Dit is het doosje en dan staat er hier Push for Happiness. Dit is bijvoorbeeld een geur van Hermès, un jardin en Méditerranée. Op het kaartje staan altijd de geurassociaties en de ingrediënten. Dus dat is ook wel leuk, want hier staat bijvoorbeeld houtachtig en groen. Kijk, dit is dus ook ideaal om mee te nemen op reis. Daarom neem ik ze nu ook mee naar Athene, want het is gewoon zo'n travel size. Kijk, doe je hem zo open en dan kan je zo dus sprayen. Ik ga het even op mijn pols doen. Oh, ik vind deze dus helemaal geweldig. Ja, zo leuk om op deze manier dus allemaal nieuwe parfums te ontdekken. Ik kan er gewoon niet over uit hoe vet dit concept is. En als je je afvraagt hoe lang je ermee doet. Je doet hier ongeveer 30 dagen mee als je 4 keer per dag ermee sprayt. Dus dat is best wel lang. Dus zo heb je dan 1 keer per maand een nieuwe geur. Ze hebben inmiddels 550 soorten parfums. Waaronder natuurlijk de bekende merken die we allemaal kennen. Maar ook allemaal niche geuren. En daar ga ik heel lekker op. Want ja, ik hou gewoon van even dat bijzondere geurtje. En daarom hebben ze ook een hele leuke quiz op hun site. Die heb ik ook al gedaan. En daarmee krijg je dus allemaal leuke nieuwe parfums waar je nog nooit van hebt gehoord. En die heb ik dus nu ook net gekregen. De Rose Silence van Miller Harris. Heerlijk! Ja, dit is heel erg roosachtig. De naam zegt het natuurlijk al. En ik hou dus van parfums met roos erin. Oh, maar deze is net wat mysterieuzer. Dus niet zo meer zoet, maar een mysterieuze roos, als ik dat kan zeggen. Nou, dit hebben ze goed aangeraden, want ik had de quiz gedaan. En toen kwam deze er onder andere uit. Het is natuurlijk back to school, back to the office. We zijn allemaal weer begonnen met werken na de zomervakantie of om naar school te gaan. Ideale moment om ook even iets leuks voor jezelf te kopen natuurlijk. Het abonnement van Parfumado kost €14,95 per maand. En dan krijg je dus elke maand een parfum opgestuurd. Het is super makkelijk om het op te zeggen. Dus je kan hem gewoon maandelijks opzeggen wanneer je wil. Ik heb een hele leuke kortingscode voor jullie. En dat is Elise50. En daarmee krijg je je eerste maand voor €7,50 in plaats van €14,95. Ik vind de packaging ook echt zo leuk en zo chill om mee te nemen in je tas. Ik ga deze alle drie in mijn toilettas doen. En zo meteen de deur uit voor de echo. Ik ben er. Ja. Klinkt heel goed. Ja. Met de metro. Ik moet natuurlijk met de metro, want de bakfiets is gejat. De eerstvolgende metro is lijn 52 richting Noord en vertrekt over 2 minuten. Nee, die heb ik niet nodig. Maar het stortregent.
En ik zag net op Google Maps, ik wilde met de tram gaan, maar dat de metro nog sneller is, dus dan doe ik dat. Lang niet geweest hier. Zo, het stortregent echt. Ik was net heel even naar mijn management, ik moest een pakketje ophalen. Nu haal ik even bij Soep en Zo een soepje. En dan komt Wout mij ophalen. En dan moeten we planten verhuizen naar het nieuwe huis. Want die staan nu bij vrienden in de tuin en dat zou maar voor een week zijn. Dus we moeten even een busje huren, dat gaat Wout nu doen. En dan gaan we samen die planten brengen. Ik ben weer thuis en ik heb een heerlijke nieuwe craving. Namelijk van die kant-en-klare pannenkoeken met vlokken. Zo lekker. Ik wist dat we pannenkoeken hadden in de ijskast. Die heb ik altijd, want ik maak altijd met kaas. En nu dacht ik, hoe chill om er vlokken op te doen. Niet normaal lekker. Ik ben mijn koffer aan het inpakken. Nou, ik ga maar 4 dagen weg. Dus het gaat aardig lukken om alles hierin te krijgen. Ik moet alleen nog mijn ondergoed erin doen. Wat sokken, een bikini en that's it. Ik ben lekker aan het kokkerellen. En oh my god, zo leuk. Nog een wortel? Oh, volgens mij ga jij nu slapen, schatje. Nee. Ja, wie gaat er wel mee? Luca zit zo lief te spelen. Ze krijgt helemaal van zo'n fantasiewereld. Dat ze gewoon helemaal zelf verhalen bedenkt bij de Duplo en zo. Ik weet niet wat ik zie. Dat ken ik nog helemaal niet van hun. En dat begint dus nu helemaal zo schattig. Ik ben lekker een pastaatje aan het maken. Het is een Midden-Oosterse pasta, dus ik ben heel benieuwd. Maar het ruikt in ieder geval heerlijk. Hey, Wolf mag best even op jouw auto. Daar gaat hij hoor, de boef. Even serieus, hoe lekker ziet dit eruit? Met mozzarella en pecorino. Ach, de geur alleen al. Oké, de kinderen liggen net in bed. Dus ik moet heel zachtjes zijn, want ze slapen letterlijk hier. Hier slapen ze. Maar kijk even hoe lekker dit eruit ziet. Niet normaal. Wij gaan lekker eten. Oké, de kinderen die gaan morgen 3 dagen? Nee, 2. Woensdag, donderdag, vrijdag naar opa en oma. En dan komt vrijdag Wout weer terug uit Italië. En dan gaat Wout met de kids en opa en oma naar een boshuisje. Dus in Brabant. We zijn dus nu de koffers aan, of de koffers, een tas aan het pakken voor 5 dagen voor de kids. Dus ik moet even focussen. Sowieso. Dit geweldige voorleesboek gaat mee. Ze hebben ze net nieuw en ze vinden deze helemaal het einde. Van dezelfde schrijfster als Coco. Het vogeltje, die vonden ze ook wel zo leuk. Dus dit is echt een nieuwe hit. Die gaat sowieso mee. Kijk. Dit is een tas vol met kleren van de jongens. Dit is een tas met laarzen en luiers. Dit is een tas met dekbedden. Hakentjes, regenpakken. Dat doen ze morgen aan. En dat moet ik even naar de crash brengen. Extra kleren, want ze hadden geen extra kleren meer voor ze. Dus dit boek doe ik hierin. Zo. Nou, Wout moet ook pakken voor Italië en voor het boshuisje. Dit is voor het boshuisje of Italië? Dit is allemaal voor het boshuisje. Oké. Okay. 1 tas voor de crash. Oh. Ja, nee, oké. Top. Top, top, top. Goedemorgen, we hebben net allemaal lekker ontbeten. Wout die gaat zo meteen naar Italië. Blijft altijd vervelend. Blijft altijd vervelend. Ja. Dit is wat ik wil, dit is mijn werk, en toch. Toch is het lastig. Is het lastig om weg te gaan? Ja. Nou, ik ga altijd met een knoop in mijn maag weg en ik kom terug met nieuwe energie. Dat is altijd.
Maar ja, het is wel ieder werk, leuk, toch? Je vindt het altijd leuk. Het is ook leuk. Als ik terugkom, is het leuk. Maar weggaan vind ik verschrikkelijk. En ik vind het reizen soms ook niet leuk. Ik moet nu 2 uur vliegen naar Rome. En dan vervolgens nog 4 uur in een auto zitten. Ja. Ja, dat is niet echt top. Maar ja, ik denk dat ieder werk heeft zo zijn... zijn nadelen. Zijn keerzijde. Je bent gewoon 4 dagen weg van je kinderen. Ja, dat vind ik ook niet per se heel leuk. Nee. En volgende week weer. Ga ik weer weg. Nog langer zelfs. 5 dagen, 6. Ja. Ja. Maar ja, goed. Uiteindelijk krijg je heel veel vrijheid weer voor terug. Ja. Dus het is ook een beetje een gis. Wat een leuke nieuwe jasje, zeg. Ja. Helemaal met Teddy. En een mutsje. Zo leuk. Wie kan de deur open doen? Ik. 1, 2. Trekken. Ja. Heel hard. Mag mama een dikke kus? Ja. Mama een dikke kus? I love you. Veel plezier. Tot vanmiddag. Veel plezier. Tot vanmiddag. Mama, kom jullie aan. Luca, mag ik ook een kusje? Olivier ging de ballon kapot doen, hè, met zijn snavel. I love you. Tot vanmiddag. Veel plezier. Lekker spelen. Olivier met de... Met de snavel, hè? Met de ballon, met de snavel. Ja. Oké, het is zoveel later. Ik heb zoveel dingen gedaan. Bij de kapper heb ik alleen maar lopen editen. Zodat ik deze vlog die jullie nu kijken, dat ik die niet helemaal hoef te editen in Athene. Een heel klein stukje nog. Dat heb ik gecheckt. Toen ging ik naar huis. Moest ik als een gek een samenwerking opnemen, editen, sturen naar management. Toen in de auto gestapt heb ik de jongens opgehaald van de crash. Ben ik naar Leiden gereden. Stond ik in de allerziekste file. Gewoon niet normaal. We hebben echt 1 uur en 1 kwartier of zo erover gedaan. Heel irritant. Maar toen kwam ik eraan en toen kon ik gezellig mee eten. Dus dat heb ik net gedaan. Toen ging ik hier rondjes rijden. Ik kon geen plek vinden. Want ja, het was al 7 uur. En dan is iedereen terug van zijn werk. En dan zijn alle plekken bezet. Kwam ik hier aan, ben ik nu als een gek, zeg maar, laatste dingetjes in de koffer gestopt. Handbagage nog, of tenminste het is ook handbagage, maar nog een tas met mijn laptop en zo, niet te vergeten. Oplader van mijn telefoon. En dan ga ik zo meteen heel gezellig al naar mijn moeder toe en ik ga daar logeren. En dan gaan we morgenochtend om 6 uur samen met de taxi naar Schiphol. Ik vind het namelijk zo irritant dat als je alleen slaapt en je moet een vlucht halen, dat je gewoon om het uur wakker schrikt omdat je bang bent dat je de wekker mist. En dat gaat natuurlijk ook gebeuren als ik bij mijn moeder slaap, maar net wat minder omdat je dan toch met z'n tweeën bent. En als je in je eentje bent, dan ben je helemaal bang dat je natuurlijk er doorheen slaapt. En het is natuurlijk heel gezellig. Dus ik ga zo naar mijn moeder toe. En dan kan de vakantie beginnen. Al moet ik wel echt even schakelen. Want, oh jongens, ik vond het moeilijk net om Wolf en Luca gedag te zeggen. Ik heb ze denk ik ja, echt wel 10 keer opnieuw geknuffeld. Kusjes gegeven. En ach, ik heb het er echt heel moeilijk mee. Dat ik hun dan hier achterlaat. En natuurlijk weet ik dat ik ben letterlijk 4 nachtjes weg. Maar toch, het voelt gewoon... Ik heb dit 1 keer eerder gedaan toen ik met Fiet naar Ibiza ging 1 jaar geleden. En toen vond ik het ook heel moeilijk om weg te gaan. En toen waren we 6 nachten weg. En dat vond ik achteraf ook net iets lang. Vandaar dat het nu ook 4 nachten is. Maar ik hou zoveel van ze. En ze zijn zo leuk. Echt, ze worden met de dag leuker. Ook omdat ze zo beginnen te praten. En gewoon, ja, ik weet niet. Ik ben zo gek op ze. Ik geniet zo erg van ze nu. En we hadden echt een heerlijke flow met z'n viertjes. Hier thuis in het nieuwe huis zijn we heel veel gewoon met z'n vieren geweest. Eigenlijk bijna dag in dag uit. Dus ja, het is dan nu zo heel gek dat Wout opeens naar Italië is. Ik ga naar Athene en de jongens zijn mijn opa en oma. Natuurlijk, het vliegt zo voorbij. Maar ja, ik heb ze net gedag gezegd, dus ik moet even ja, schakelen. Wij zijn aangekomen op Schiphol, tenminste al lang.
waren hier om 6:30. Het was super rustig, we konden gewoon meteen doorlopen. En nu zijn we bij de gate en gaan we zo vliegen. Dus het gaat allemaal van een leien dakkie. Goedemorgen vanuit Athene! Nou, gisteren zijn we aangekomen. Goede vlucht gehad. We waren wel echt kapot van dat vroege opstaan. Want nou, mama en ik waren echt al om 5:00 s'nachts wakker. Toen gingen we om 6:00 met de taxi. En toen hebben we lekker hier een beetje rondgelopen. Eind van de middag. Buurt verkend. Wat gegeten. En toen zijn we echt om 9:45 allemaal gaan slapen. Maar het is hier een uur later. Dus eigenlijk 9:15. En net hebben we ontbeten. Dit is de kamer. Hier slapen Fiet en ik. Het is nu een beetje een troepie. Hier slaapt onze moetie. We hebben 2 kamers. Zeg maar die bij elkaar horen. En dan heb je hier, ja, hier is de ingang. En hier is de badkamer. Oh ja, doe ik zo uit. Dit is de badkamer. Ook helemaal mooi. Oeh, alles is zo netjes nog. Prachtig. Ik ga even mijn handen wassen. Kijk, we hebben een waanzinnig terras. Dat uitkijkt op de Acropolis. Acropolis! Acropolis! Maar heerlijk, dan kan je hier dus ook nog helemaal lekker zitten en genieten. Heel mooi uitzicht. En hier is ook helemaal een lekkere lounge. En je kijkt zo naar het zwembad, daar gaan we nu heen. Er ligt nog 1 andere man. Maar wij gaan zo meteen ergens daar liggen met z'n 3. Helemaal zin in. On to the pool. Wauw. Lekker. Oh, wat heerlijk. Hier gaan we wel even goed vertoeven. Helemaal aan het einde? Oh jongens, we zitten hier zo lekker. Ik val bijna in slaap. Het is echt genieten. Oh! Lekker hoor. Heerlijk, zo'n banaantje. We hebben meegestolen van het ontbijt. Ja, als echte Hollander. Echt van die gierige Nederlanders die dan croissants en servetten doen. Servetten rollen. Nou, dat hebben we niet gedaan. Ja, dat snacken we. Ja, nou, dat zou ik wel doen als ik weer zou vliegen of zo. Ja, misschien. Nou, voor de kinderen, niet voor mezelf. Als voor jezelf. Ik kreeg ook super veel vragen in welk hotel we zitten. En we zitten in het Electra Palace in Athene natuurlijk. Heerlijk om terug te komen bij een opgemaakt bedje. Zelfs de pyjama's zijn opgevouwen. Hoe lekker. Love it. Love it. Nou, je kan het niet goed zien, maar ik heb een blauw jurkje aan. Wel ontzettende gekreukelde jurk door de koffer. Maar goed, whatever. Van H&M. Maar heerlijk luchtig, want het is gewoon 30 graden buiten. Dus niet te hard en zo warm. Wij gaan lekker nu in de schaduw lunchen in een soort tuin. Dus ik heb wel echt honger. Even door de leuke straatjes wandelen. Wij zijn weer terug van het lunchen. En ik heb zulke schattige schoentjes gekocht voor de jongens. En voor de baby. Kijk. Deze zijn voor Luca. Deze zijn voor Wolly. En deze zijn voor de baby. Ik vond oranje zo leuk. En deze ook. Paars. Helemaal geweldig. Dit is toch te snoevig. Kijk nou. Helemaal van echt schapenwol zit erin. Heerlijk warm. De baby wordt natuurlijk in de winter geboren. Nou, echt wat een leuke aankopen. En voor mezelf heb ik heerlijke handschoenen. Dit is een beetje een soort van ja, groen beige-achtige kleur. En van binnen is het dus helemaal lekker warm gevoerd. En heb ik ze ook in het zwart. Helemaal leuk dit. Sleeping Beauty. Even wat gezellige licht uit. Ja. Nee, ja. Doe ik nu? Oh. Dat moet hier. Huh, hoe doe je die grote nou uit?
Zo, ik heb me net een beetje opgekalefaterd, want we hebben net alle drie een siesta gehouden. Het is zo warm buiten, dus je bent nogal snel uitgeput van die hitte. Oh, maar wel echt heerlijk. Het is zo fijn hier. In ieder geval, ik heb net gefacetimed met Wolf en Luca. Ik had even de ouders van Wout gebeld en dat was echt heel leuk. Ze waren helemaal door Dolle heen en ja, ik kon wel echt even een gesprekje met ze voeren. En gingen ze vertellen dat ze de poes hadden geaaid en dat ze de poes eten hadden gegeven, dat soort dingen. Zo schattig, niet normaal. Dus het is echt leuk om te zien dat ze helemaal genieten daar en helemaal in goede handen zijn. Dus ik had nu niet het idee dat zij helemaal nu mij missen. Ik hun natuurlijk wel. Maar daar ben ik alleen maar blij om. Dan dat je echt met ze belt en dat ze helemaal in tranen uitbarsten. Mama, mama. Nou, dan zou ik echt... Oh, dat zou ik echt niet aan kunnen. Dus dit was eigenlijk heel fijn. En nu gaan we lekker uit eten. Dat is ook ongeveer het enige wat we gaan doen deze hele trip. Eten. Bij het zwembad liggen. En de Acropolis. En de Acropolis, ja, dat is waar. Ja, en de Acropolis mogen we niet vergeten. En het museum gaan we ook nog heen. Ja, ja. Dus we gaan ook culturele dingen, cultuur snuiven. Ja, dat moet. Dat moet. Dat moet, dat moet. Ik heb dit jurkje aan van Most Wanted. En die riem, die doe ik normaal gewoon in mijn taille. Maar nu doe ik hem natuurlijk net boven mijn buik. Want dan zie je een beetje zo die buik. Dat vond ik wel leuk. Ik hoop dat lange mouwen niet te warm is. Dat het een beetje is afgekoeld. Nou, ik ook. Ja, ik ga even voelen. Wacht. Het voordeel is natuurlijk dat we een balkon hebben. Oeh. Ja, het is nog wel heel heet. Maar ik denk dat ik hier wel mee kan leven. Jij? Dit is te doen. Ja, toch? Ja. Ja, want je zit ook. Ik bedoel, we lopen erheen, maar daarna zitten we gewoon. Ja, ik hou dit aan. Nou, we dachten dat 10 minuten lopen was van ons hotel, maar dat was echt veel langer. Het ziet er wel heel leuk uit. Heel leuk met die lampjes allemaal. Kijk nou, hoe gezellig. Goedemorgen, goedemorgen. Oh, ik moet helemaal wennen aan dat felle licht. Jeetje. Wij gaan vandaag iets heel leuks doen. Het is nu 8:30 's ochtends en wij gaan zo meteen de Acropolis beklimmen. Als ik er nu naar kijk, dan denk ik echt, oh my god, dit is freaking hoog en ver. Maar mama heeft het al een keer gedaan en die zei, nee, het valt echt wel mee. Maar ja, ik ben echt iemand nu natuurlijk zwanger en nul energie. Dus ik ben heel benieuwd of ik het ga volhouden. Maar ja, we gaan het zien. Ik zie het wel. Als ik het niet volhoud, ja, dan ga ik weer naar beneden. Dus we gaan eerst even lekker ontbijten boven en dan zijn we helemaal ready. En we kunnen gewoon vanaf het hotel, zeg maar, het hotel is aan de voet van de Acropolis. Dus we kunnen eigenlijk gewoon zo daar naartoe lopen. En dan loop je dus blijkbaar gewoon helemaal omhoog. Ik hoorde ook dat er geen wc is. Dat wil ik nog even googlen, want ik moet natuurlijk ook de hele tijd plassen. Dat ik dan nu al helemaal denk, oh, ik ga niks meer drinken. Want anders moet ik zo meteen misschien helemaal... daarbovenop opeens plassen. En dan kan je geen kant op. Want ik moet echt om het 30 minuten plassen. Maar goed, dat zijn allemaal dingen om, die dan weer anders zijn omdat je zwanger bent. Hier gaan we ontbijten. En je hebt echt een geweldig uitzicht vanaf hier op de 8e verdieping. Dit is toch waanzinnig. Dit uitzicht dat je zo kan ontbijten. Wauw. Er liggen alweer mensen bij het zwembad hoor. Vroeg in de ochtend. Ja, ja. Nou, dit is een lekker ontbijtje hoor. Roerei met wat groentes. En dan een grote bak. Do you want another fruit? Ah, yes please. Yeah. Thank you. Met yoghurt. Heerlijk. For my mother, coffee with extra hot milk. Thank you. En nog een shootje erbij. Nou. Dit is mijn wandeloutfit. Pet, zonnebril. Ik ben helemaal ingesmeerd met factor 50. T-shirtje.
Kort broekje. Sneakers. Ready to go. Dit is de lobby van het hotel. Zo mooi. Ik vind dit ook helemaal geweldig. Hoe leuk als je dit in je huis hebt staan. Zo'n canapé. I love it. Daar zijn mama en Fiet. Kijk ook even deze lamp. Prachtig. Oké, er stonden echt rijen voor de tickets. Maar wij waren zo slim om online tickets te kopen. Dus we konden gewoon hup naar het poortje lopen, tickets scannen en er doorheen. We hebben niet in een rij gestaan. Ik ben nu al kapot. Wat het omhoog loopt. Oh, moet je kijken. Wauw, prachtig zeg. Sick. We gaan dus helemaal ik kan me ook niet voorstellen. Daar naar boven. Ik vind dat je dat toch gedaan hebt. Jeetje. Ik ben zo benieuwd. Jouw is er kwijt, maar dat is er dus wel van. Ja, de zuilen zijn nieuw. Een soort heilige plek of zo. Dit is vet. Dit wordt dus nog gebruikt, dit theater. Wat cool als je hier dan een concert hebt. We gaan nu nog deze trappen omhoog. En dan zijn we er. Op de top. We zijn boven. Oh. We made it. Ik dacht dat het erger zou zijn, zwaarder. Ja, dit is precies goed. Naar mijn naam. Ja, nee, het zweet gutst van mijn lichaam. Ja, echt. Maar het is echt prachtig. En groot, veel groter dan ik had verwacht. Ja, sick gewoon. We zijn niet de enige, zoals je kan zien. Kijk even, uitzicht over heel Athene. Athene is gewoon zo groot. Niet normaal. Prachtig. Ongelooflijk. Dit is wel waanzinnig. Ongelooflijk. Ik begrijp niet hoe ze vroeger dus dan die grote stenen er op die zuilen konden krijgen. Terwijl ze gewoon geen hijskranen hadden. Je ziet daar ook een beeld van een paard en een man, een naakte man. Ik denk dat ook mensen heel veel mensen zijn gestorven tijdens het bouwen van deze dingen. Ja, dat dingen. Denk ik ook. Ja, maar ze takelden denk ik met touwen of zo en van die katrollen omhoog. Ons hotel is gewoon daar, we kunnen het zien liggen. Geel gebouw met zwembad. Ja. Zelfde vlog. Zelfde vlog. Ongelooflijk, helemaal 360 view. Met hoe groot die stad is. Geweldig, dat zou ik ook hebben. We made it. En we hebben nu een hele goede reward. Want we zijn aan de voet van de Acropolis bij een superleuk tentje. Het heet Athena. Aan het lunchen. We hadden gereserveerd. En ze hebben waanzinnig lekker Grieks eten. En we zijn helemaal aan het bijkomen nu. Lekker in de schaduw met een beetje een windje. Echt top. Oeh, wat een lekker eten allemaal, jongens. Jeetje. Die groenten zijn niet normaal. Lekker, hè? Zo, wij zijn weer terug op de hotelkamer. Heel even in een andere kamer, want de kamer waar we in zaten, die was voor één nacht geboekt. En die kamer is zo fantastisch dat we echt zeiden van, oké, dan gaan we wel één nacht eruit. En dan gaan we morgen toch weer in die andere kamer. Dus we zitten nu even hier, maar dit is ook wel een hele chille kamer. Ik heb net even een middagslaapje gedaan. Dat doe ik hier gewoon nog steeds, elke dag. Net als thuis, anders trek ik het niet. En ik was net heerlijk mijn nieuwe craving aan het eten. Dat had ik opeens helemaal weer ontdekt. In Nederland ging ik naar de drogist en toen ging ik gewoon zo'n snoepzak vullen. En toen kwam ik deze dingen tegen. Van Haribo. Nou, echt zo chemisch als de neten. Maar zo lekker. Dus ik heb nu gewoon al bijna die hele zak op. Ik voel me nu al een beetje misselijker van. Dus ik stop nu. Jammer dat dat seintje van je hersenen altijd wat later komt. Als je al ongeveer bijna alles op hebt. En Vita en mama die liggen nu bij het zwembad. Dus ik ga er ook even heen. Even lekker in de zon liggen en dan gaan we ons denk klaarmaken voor het diner. We gaan in een heel leuk restaurant eten in een soort tuin en allemaal lekker Grieks eten. Het eten hier is echt waanzinnig. Ik wist gewoon niet dat het zo lekker was. Allemaal verse groentes en fruit en die smaken hier zijn zoveel intenser dan in Nederland. Als je hier een tomaat eet, dan proef je gewoon echt
tomaat en niet een hap water. Dus ik ben echt, ja, ik ben echt verrast door Athene. Het is echt een hele leuke stad. En ik hoor eigenlijk nooit iemand die er naartoe gaat. Of tenminste, ja, niet in mijn omgeving. Echt zelden. Dus ik vind het helemaal leuk dat we hier zijn. Ik ben klaar voor het zwembad. Een super oude bikini aan, maar ik weet dat deze lekker een beetje ruim zit. Dus dat vond ik wel chill. Mijn lieve baby. Zo leuk. Ik mis de jongens zo erg. Ik heb net ik krijg alleen maar filmpjes door en foto's van de ouders van Wout. Zo leuk. En net is Wout geland in Italië. Uit Italië, dus in Nederland. En die is net naar de jongens toegegaan. En die heeft het allerliefste filmpje ooit gestuurd van hem. En de jongens van we miss you mama, love you. Nou echt zo lief. Ik kreeg echt helemaal tranen in mijn ogen toen ik dat zag. Ja, dus dan zie ik dat en denk ik, oh, ik wou dat ik nu even gewoon ze heerlijk tegen me aan kon hebben. En ja, zo fijn om ze dan even te zien. Dus ik heb ook wel echt heel erg veel zin om ze weer te zien als ik terug ben. Nou, ik ben ook aangekomen bij het zwembad. Even lekker douchen zo meteen. En dan een plonsje nemen. Nou, we hebben wat bladen gekocht. Psychologie magazine. Linda, die haar verhaal doet. Ik ben heel benieuwd. Ik heb een laptopje mee. Ik moet nog even wat dingetjes doen voor werk. En ik krijg allemaal lieve fotootjes door. Van Wout en opa en oma. En Wolf en Luca die in het bos zijn. Zo leuk. Hier zitten de twee aapjes lekker te eten, te ontbijten. Zo lief. Liefjes. Zo, ik heb net heerlijk gedoucht. En wij gaan straks lekker een hapje eten. Zo bijzonder dat we dit kunnen doen met z'n drieën. Echt, we zijn hier nu. Ja, met, weet je wel, moeder en twee dochters. En ja, het is zo waardevol. Ik denk dat we dit nooit meer vergeten. Dat we dit gewoon met z'n drieën kunnen doen. En ja, het voelt gewoon zo chill. We zijn zo ook hetzelfde qua op zo'n trip. We hebben allemaal precies behoefte aan hetzelfde op hetzelfde moment. Weet je, van oh, zullen we naar het zwembad? Ja, we gaan naar het zwembad. Of kom, we gaan wat cultureels doen. Of we gaan lekker lang lunchen vandaag. We liggen helemaal op één lijn. En we hebben ook allemaal hele goede gesprekken. Allemaal hele mooie vragen aan elkaar gesteld. Zoals... Welke vragen hadden we nou ook weer allemaal gedaan? Schrijf mij. Oh ja, we hebben elkaar... We gingen een avondje allemaal vragen dus stellen. En dan waaronder van... hoe zou je mij omschrijven aan een vreemde in een paar zinnen? En dan komen er ook altijd weer verrassende dingen uit. Want het is toch leuk om te horen hoe anderen je zien. Want je ziet jezelf op een bepaalde manier. En dan hoor je toch weer ook eigenschappen terug van... Oh ja, oh, vind je dat dan heel bepalend? En verder, waar heb je spijt van in je leven? Nou, allemaal van die mooie vragen. En het is gewoon heel fijn met z'n drietjes. Echt de beste beslissing ooit. Ja. Om lekker met z'n drieën weg te gaan. Hier zijn alle winkeltjes. Hey, zelf het vlog. Oh, nou, dit is echt. Dit is de weg naar het restaurant. Langs alle toeristenwinkeltjes, souvenirswinkeltjes. Kijk hoe leuk, daar gaan we eten. Is toch fantastisch. Zo gezellig. Heel erg leuk dit. Goedemorgen, het is weer een prachtige dag. En vandaag gaan wij lekker cultuur snuiven. Ja, ja, ja. En ik ben vandaag exact 16 weken zwanger. Dus ik ga even de app erbij pakken. De baby is 13 centimeter en weegt 140 gram. En je kan ook real life grootte zeg maar doen. Dit is ware grootte. Dus de baby is nu precies zeg maar eigenlijk zo groot als mijn telefoon. Hij past er nog net op. De aderen worden minder duidelijk omdat er een vetlaagje over zijn huid komt. Het hartje van je baby slaat twee keer zo snel als dat van jou. 140 tot 150 slagen per minuut. En het meconium begint zich in de darmen van je baby te vormen. De eerste ontlasting als je baby wordt geboren.
Aww. En de baby is net zo groot als een sinaasappel en grootte in dieren als een kanarie en in snoep als een Luikse wafel. Oké. Wij zijn lekker op aan de wandel in het stadje. Wij brengen vandaag een bezoekje aan het museum. Er staat een hele lange rij. Misschien moeten we even snel online tickets kopen. Toch? Nu alsnog. Laten we even kijken. Zodat we die rij niet in hoeven. Kijk even. Maar ik weet niet wat het is. Die hebben misschien al een ticket. Wij vroegen ons af hoe die blokken dan bovenop die pilaren kwamen, maar dus zo. This is the answer. Goedemorgen, achter mij kan je de koffers zien, want wij gaan zo meteen naar het vliegveld. Het zit erop en het was echt een waanzinnige trip. We gaan nog even lekker bij het zwembad liggen, een paar uurtjes en wat lunchen. En dan vliegen we om, kwart over, oh, het is wel een wind. Wacht even. Zo grappig, want we gaan dus weg. En het, na een beetje komen er nu wolkjes en een hardere wind. En de temperatuur zakt. Dus perfecte timing. Maar ja, we moeten hier om 2:15 met de taxi naar het vliegveld. Dus we gaan nog heel veel genieten van de laatste uurtjes. Maar ik ga bij deze wel de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week met een nieuwe vlog. Tot de volgende villa! Wee!